Hallo allemaal. Nee, Isabel, dat doen we anders hier. Yo, Nintendo fans. Holy moly. Mijn Animal Crossing eiland is eindelijk helemaal af. En dit is de grote eilandtour. Ben je nou benieuwd naar mijn eiland? Doe dan even snel het duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Als we uit mijn huis stappen, dan zijn we gelijk helemaal lekker in het carnavalsfeertje. En dit is hoe een volgebouwd eiland eruit ziet. Oh man. Ah, ik heb hier zoveel tijd in gestoken. Ik heb in totaal denk ik nu meer dan 600 uur gewoon gestoken in Animal Crossing. En dit is eigenlijk het tuintje hier lekker voor mijn huisie. Laten we even gezellig linksaf gaan. Want dan komen we hier terecht bij de campsite. Er is vandaag helaas geen villager op bezoek. Maar als je goed daarachter kijkt, dan zie je dat daar nog de restanten zijn van mijn helle thema. Want als we dit paadje nemen, dan komen we terecht op een geheim plekje. We kunnen namelijk hier tussen de bergen door. En dan is dit de plek waar af en toe een mysterieus mannetje aankomt in zijn bootje. Jullie weten natuurlijk allemaal over wie dat gaat. Dat is Red, die hier met zijn schip gewoon lekker kunst komt verkopen. En mijn idee was dat hij zelf kon bepalen wanneer deze poort open en dicht ging. Vond ik leuk. Laten we even teruglopen. Hier zo langs een piratenton en onder een boog door. Nou, dan kunnen we even hier gaan chillen. Oh, en als je deze video straks af hebt gekeken, dan wil ik in de reacties weten wat je de vetste plek vindt op mijn eiland. En daarboven zie je al een heilige troon. Wacht, daar moeten we ook even naartoe. We gaan hier langs de waterval. En laten we even onze plek op de troon innemen dan, want dat voelt gewoon super chill. Ga maar lekker zitten. Ah. Dit blijft gewoon een van mijn favoriete plekken op mijn eiland. En achter de troon herdenken we de oudste eilandbewoners die er niet meer zijn. Ja, het is een beetje duister, dat snap ik ook wel. Maar als je hier tussen de bomen doorkijkt, dan zie je mij voorbij lopen. Maar dan zie je ook een grafsteen. Een mooie herdenkingsplaats. Goed, laten we doorgaan naar iets vrolijkers. Want hieronder is Nintendo Land. Mag ik een uppie? Yay, Nintendo Land. Muntjes pakken. Doei. Ik heb een heel leuk parcours gemaakt met allemaal leuke Nintendo itempies. Ik moet even op de foto met mijn bro, Luigi. Luigi heeft vandaag alleen geen hoofd. En we gaan door op het parcours. Hier staat Wario. Althans, zijn kleren staan er. En hier hebben we een boss battle. Fuck him! Oké, we hebben hem verslagen. En dan mogen we de prinses bevrijden en de vlag omhoog doen. Alleen, dit is de verkeerde vlag. Nee, we moeten de Mario-vlag. Ja, deze. En dan hebben we het Mario-level uitgespeeld. We kunnen deze buis pakken om Nintendo Land uit te gaan. En dan komen we hier uit deze buis. Doei, Mario! Hier op het strand kan je lekker chillen. Lekker een beetje barbecuen. Heerlijk. Dan lopen we hier langs een leuk carnavalswagentje. En dan komen we in mijn ijspaleis op het strand. Geen idee of dit kan, maar ik vond het gewoon leuk. Ice baby. Ja, lekker boekje lezen hier zo. Hier hebben we nog een leuk plekje om samen helemaal zen te worden. We kunnen hier lekker chillen op van die kussentjes. En als we hier doorlopen, dan komen we op Beereiland. Ja, al mijn beren die hebben hier gewoon een leuk plekje gekregen om te chillen. Ik wil gewoon even op de foto met mijn beren. Plap! Leuke foto! Hey Stitches, ben je hier ook lekker aan het chillen? Ik vind Stitches echt super leuk. Laat trouwens in de reacties weten wat jullie favoriete villagers zijn. Ik ben heel benieuwd. Oh, hier hebben we trouwens mijn steiger. We moeten altijd even de kabouter groeten als we een steiger opgaan. En hier is ook gelijk nog even een werkplekje, zodat je even een nieuwe hengel kan maken of zo als je hengel kapot is. Vanaf het steiger lopen we zo de fitnessruimte op het strand op. Dat is voor als ik mijn agressie kwijt moet. Dan kan ik gewoon even lekker hier een beetje chillen. Beetje tegen boksballen aanslaan en zo. Maar daarna zijn we natuurlijk weer chill en kunnen we hier gewoon lekker even genieten. Genieten van het uitzicht met een lekker muziekje erbij. Ik wil ook gewoon altijd alle beschikbare bloemen op mijn eiland hebben. En daarom heb ik hier een hele kleine bloementuin gemaakt met alle bloemen die er zijn en alle kleurtjes die er zijn. Zodat ik toch alle bloemen op mijn eiland heb en niet een hele grote bloementuin meer heb. Ja, ik weet niet. Ik vind dit gewoon een heel mooi plekje zo met die achterwandjes erachter. Het is super chill. Lekker kleurrijk. Oké, we lopen even om Nintendo Land heen. Hier links zie je de randen van Nintendo Land. En als we deze kant op lopen, dan komen we weer uit bij mijn huis. En ik heb een superleuk plekje gemaakt. Ik vond dit zo tof. Dit is echt een soort van steenachtige wildernis. Zoals je misschien, weet ik veel, in Schotland ziet of zo. Ik vind dit misschien wel een van de leukste plekken van mijn eiland. Om af en toe lekker doorheen te lopen. Lekker ruig, lekker wild. I love it. En als we dan dit heuveltje oplopen, dan zijn we weer bij mijn huis.
huis. En achter mijn huis is iets geks gebeurd. Hier zijn de aliens gekomen. Hier is een inslag geweest van een meteoriet. Dit is een ontzettend grote krater en we weten niet wat hier gebeurt. Dus het is super mysterieus. De maan is daar. En ik schrik me helemaal kapot daar op de achtergrond. Oh, en heb je trouwens deze put hier gezien? Ik weet niet wat die put hier doet, maar die put die vertrouw ik hier niet. Nou, dan lopen we deze krater even uit. Dan komen we hier bij boompjes terecht. En dan lopen we zo Jurassic Park in, jongens. Ik blijf dit gewoon zo vet vinden. Een simpel skelet van een Tyrannosaurus Rex met een bordje erbij van Jurassic Park. En dat leidt dan natuurlijk ook ergens naartoe. Ja, want hier is mijn museum. Met Mr. Rossetti, die daar de wacht aan het houden is. En dit is allemaal helemaal op een logische plek, want ook hier is een soort van krater. Maar dit krater is uitgegraven door de mens, want hier wordt onderzoek gedaan naar fossielen. Hier worden fossielen opgegraven. En ook dat stukje kan je bezoeken als je op Choo Choo Land naar het museum komt. Zo, springen we even hier overheen. Want ik begin honger te krijgen en volgens mij zien jullie al wat daarachter te vinden is. Als ze namelijk langs de winkeltjes lopen van Mabel en Abel en Sable en Fable en Table. En weet ik voor hoe ze allemaal heten. Ja, dat is deze plek dus. Voor de kleertjes. En we lopen ook gelijk even langs Nook's Hoek. Dan lopen we over het gemeenteplein waar KK Slider lekker aan het optreden is voor Sprocket. En dan gaan wij deze kant op. Steken we de brug over. Zien we hier al een menukaartje. En gaan wij linksaf richting het sushi restaurant. Ja jongens, sushi is mijn favoriete eten. Dus ik moest gewoon een restaurant maken. Ik ga alvast lekker zitten hier zo. Want dan ga ik even sushi bestellen. Ik weet niet of die kreeft erachter heel erg blij met mij is trouwens. En als we dan weer uit het sushi restaurant lopen, dan kunnen we gelijk lekker de beachparty op. Want vanavond is KK Slider hier te vinden, achter de DJ booth. En kunnen we lekker gedikke vissa gaan houden hier op het strand. Lekker volledig in bamboe thema. Heerlijk chill. Lekker muziek hier erbij. En daarna kunnen we weer springen over deze stenen. En dan kunnen we weer terug. Terug richting het dorpsplein. En het dorpsplein kom je normaal gesproken via deze kant in. En ik vind dit super leuk. Ik heb hier een entree gemaakt met een bruggie. Hey Ruby, yo, what up Nibbles? Zijn jullie lekker hier aan het chillen? Nibbles is lekker tukkie aan het doen. Via de rechterkant heb ik hier een heel klein leuk zentuintje. En Ketchup is hier ook lekker van de bloemetjes aan het genieten. Hallo Ketchupie. Dit zijn trouwens ook gelijk mijn 10 favoriete villagers. Die heb ik ook allemaal rondlopen op Choo Choo Land. Lopen langs het hekkie. Ja, en dan komen we weer uit toch bij een beetje een mysterieus gebiedje. We zien hier weer zo'n koets en een pompoenveld en een zwevende maan. En dit is allemaal een beetje vaag. Maar waar we dan naartoe lopen, ja ja, is de befaamde piratengrot. We lopen hier naar binnen, want we willen natuurlijk naar de Gouden Roos. Maar dan moeten we hier heel erg oppassen dat we niet worden kapotgeschoten door het kanon. Wat je daar tussen de bladeren van de palmboom misschien wel ziet. En als we daar dan langskomen, dan wacht hier een schat op ons. Tijd voor een selfie. Ja, die guy daarachter, die heeft de piratengrot helaas niet overleefd. Die is daar opgesloten, die is er niet meer uitgekomen. Nou, het is weer even wat tijd voor wat vrolijkers. Want hier kan je lekker je surfplankie lenen. Heerlijk toch, even een surfplankie erbij en dan lekker het water op. Oh, super chill. En als we dan deze weg vervolgen, dan komen we eigenlijk links onder het gemeentehuis. Dit is nog een klein zijstraatje daarvan. Maar als wij hier naartoe lopen, dan komen we uit in mijn dorp waar iedereen woont. Sprocket, Ruby, hier woont Nibbles. Camo Frog is ook lekker aan het genieten van de plantjes. En mijn dorp bestaat uit 3 lagen. Dus op de volgende laag vinden we weer de huisjes van Stitches, van Ketchup. Hier woont mijn vrolijke muisje Dora. En aan de rechterkant woont Savannah. En dan hebben we bovenin nog plek voor Eugene. Hoe is het ermee, jongen? En hier woont het vrolijke varkentje Duke. Dus dit is eigenlijk mijn dorp. Hier wonen al mijn villagers bij elkaar. Alle 10 de villagers gewoon lekker hun eigen plekje dicht bij elkaar. In echt een mooi, leuk dorpje. En wat ik heel vet vind, is dat je vanaf het vliegveld eigenlijk zo mijn dorp in komt lopen. Want dit is mijn vliegveld. Nou, als dit geen warm welkom is, jongens, dan weet ik het ook niet meer. Er staat daar linksboven zelfs een kabouter klaar om je welkom te heten. En dan gaan we weer linksaf. Nu kunnen we 2 kanten op. Als we dan hier naar boven gaan, dan gaan we eigenlijk weer een klein beetje richting mijn eigen huis. En ik moet je eerlijk zeggen dat dit kleine weggetje wel een van mijn favoriete weggetjes is op mijn eiland, hoor.
Ik vind dit wel heel erg mooi gedaan. Met die geldboom daarachter. Ik was hier serieus best wel tevreden over. Maar als we deze weg even uitlopen, dan komen we langzaam aan bij de laatste highlight op dit eiland. En dat is eigenlijk de eerste highlight die ik überhaupt had gebouwd. Want ik heb hier een kleine strandje over waar ik eigenlijk niet zo heel veel mee kon. En daar heb ik deze greenhouse gemaakt. Ik hou van groen en ik hou onwijs van planten. Dus ja, dit vond ik wel heel erg leuk om te maken. Eigenlijk het allereerste dus wat ik heb gemaakt op mijn eiland. En ik hoor jullie denken, Rick, laat ook je huis zien. Ik zal één kamer laten zien. En dat is de zolder. Want op de zolder zijn namelijk alle villagers te vinden die ooit hier zijn geweest op Chuchu Land, maar dit eiland hebben verlaten. We zien hier onder andere Mitzi en Pearl, Lucky en Molly. En op deze muur zien jullie de villagers die me als laatste hebben verlaten. En de allerlaatste was deze baas, Joey! Als je nou benieuwd bent naar de rest van mijn huis en gewoon zelf rond wil lopen op mijn eiland, dan kan dat. De droomcode staat hieronder in de beschrijving. Dus kom lekker langs op Chuchu Land. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!